Vanwege de aanleg van de N18 gaan natuurlijk heel veel huizen en boerderijen en panden gaan weg. En ja, wij moeten natuurlijk zorgen dat die beesten die daar wonen en die beschermd zijn, een nieuw onderkomen kunnen krijgen. En een van de dingen die we daarvoor doen is dit dus. We bouwen een oude mestkelder om tot een winterverblijf voor vleermuizen. En daarbovenop komt nog een schuurtje. En dat schuurtje dat is eigenlijk het zomerverblijf voor de vleermuizen. Maar we maken hier vooral ook een beetje gebruik van het feit dat er dus een mestkelder al ligt. Die we opnieuw gaan inrichten en ja, daar dus weer een nieuwe bestemming geven eigenlijk. Je hebt twee soorten vleermuizen, de groot met groot oor. Ja. De bruine en de grijze. Ja. En welke is het? Het is de gewone, maar die heet ook wel de bruine. Nee, de grijze is een stuk zeldzamer nog in Nederland. De gewone grote oorvleermuis is een soort die in Nederland veel voorkomt in met name kerktorens en oude gebouwen. Maar in deze regio hebben we dus ook op een paar plekken grote oorvleermuizen gevonden. En ja, dit is hier bij Eibergen is dus een van deze plekken. En ja, daar gaan we dus dit voor proberen terug te brengen. Hoe groot is die familie? We hebben hier laten tellen en dat zijn, toen waren dat iets van 15, 20 dieren die ze geteld hebben. Maar die kan dus groter zijn geworden inmiddels, die groep. We zien een heleboel uitwerpselen, dus er zitten in ieder geval nog steeds een heleboel beesten. En ja, voor de toekomst kan het natuurlijk ook groter worden. Maar zo'n groep kan ook uit elkaar vallen en dan krijg je nieuwe groepen en dan zoeken ze een nieuwe plek op. Krijgen ze een dwangbevel dat ze daar moeten wonen? Nou, wij denken dat dit zo luxe en goed is voor ze dat ze het leuker gaan vinden dan deze oude stal, deze oude schuur. Maar nee, het is, kijk, we maken dit als eerste. We zorgen dat het een tijd lang er staat. Deze hele zomer staat dat naast elkaar. Maar die vleermuizen vliegen dan uit de schuur langs, dus die zien dat ding ook. Zullen er waarschijnlijk ook wel een keer gaan kijken al. En we hopen dan eigenlijk dat ze vrijwilligen daarin gaan trekken en denken dat dat leuker is dan de oude plek. En dan kunnen we in de winter of in het najaar kunnen we dat gaan slopen. Dan hebben ze in ieder geval, mocht ze nog niet verhuisd zijn, dan gaan we het op dusdanige manier slopen dat ze in ieder geval de kans krijgen om snel nog te ontsnappen en dan de nieuwe plek op te zoeken. Is dit de enige plaats waar muizen worden gevonden, vleermuizen? Nee, we hebben op verschillende plekken vleermuizen gevonden. En we hebben de afgelopen jaren ook al ook voor vogelsteenuilen en kerkuilen kasten gehangen. En ook voor vleermuizen hebben we al kasten gehangen, maar dit is wel een van de grotere plekken waarbij we echt iets moeten terugbrengen. Wat iets meer is dan alleen een kastje. Dus, wordt dit een natuurstukje? Ja, uiteindelijk krijgt dit dus een natuurfunctie. En de bedoeling is ook dat dit gewoon blijft staan de komende jaren. Ja, totdat er misschien weer iets anders gaat gebeuren. Maar we hebben dit aangekocht. En we gaan dit laten beheren door iemand die daar verstand van heeft. En ja, dan hopen we ook dat dat tot in de treuren goed zal blijven. We gaan het ook monitoren trouwens. We gaan ook kijken natuurlijk of ze er gebruik van maken. Welke soorten er gebruik van maken. Hoeveel erin komen. Om ook te zien of dat over een aantal jaar goed blijft. En misschien wel aantrekkelijker wordt. Komen er nog webcams in? Nee, dat niet. Maar dat is bij vleermuizen ook wat lastiger. Omdat dit vliegt allemaal in de nacht. Dus daar zie je niet zo heel veel van. Maar wat we wel kunnen doen, of denk ik misschien wel gaan doen, is op het moment dat we meer weten over wat erin zit, dat we daarover zullen communiceren. Dus als we weten hoeveel beesten erin zijn getrokken de eerste winter, bij wijze van spreken, dat we daar iets over zullen publiceren. Ja. Dus het project hier is in wezen uniek? Voor de N18 is dit wel een uniek projectje, ja. Ja, ja. Dus Neren kan zich het logo weghalen, wordt er ingevoerd, komt dan in de hupsel terecht. Nou, we gaan de competitie graag aan, maar ik zou het mooi vinden als we allebei heel veel vleermuizen hebben. Dan ben ik een tevreden ecoloog. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.